Hallo allemaal, welkom. Lekker zitten, superleuk dat jullie er allemaal zijn. Dit is voor vanavond alweer het laatste kindercollege bij deze Knight University. En we hebben een hele leuke spreker die staat te popelen om jullie van alles te vertellen over bordspellen voor je brein. En als iemand dat kan, dan is zij het wel. Marion van den Heuvel heet ze en zij is hersenonderzoeker hier bij ons aan de universiteit. En zij gaat jullie echt een heel mooi verhaal vertellen over haar onderzoek. Dus geef haar alvast een hartelijk applaus en dan geef ik het woord aan Marion. Ja, hoi allemaal. Ik ben dus Marion van den Heuvel en ik ben hersenonderzoeker, dat zei Femke net al. Ja, wat is dat nou eigenlijk, hersenonderzoeker? En dat betekent dat ik de hersenen, dus het brein wat we allemaal in ons hoofd hebben, daar doe ik onderzoek naar. En dan vooral het ontwikkelende brein, dus het brein wat jullie allemaal in je hoofd hebben. Maar ik doe vooral onderzoek naar nog jonger, dus babybreinen. Waarbij ik dus onderzoek doe naar het ontwikkelende brein van het eerste jaar. Ik zal ook nog wat meer laten zien. Ze foto ook van mij met mijn kindje. Ik heb dit jaar een kindje gekregen, Flynn. Die is daar ook te zien. Dus nu ben ik niet alleen hersenwetenschapper op het werk, maar ook thuis. Dus Flynn moet allerlei onderzoekjes doen van mij en zo. En naast dat ik moeder ben van Flynn, ben ik ook bordspellenfanaat. Ik ben ook de vrouw van Robin. Robin is hier ook vandaag. Die was in de andere zaal en die speelde... die kennen jullie, een aantal hebben van jullie, die hebben die gezien. Die speelde Magic Maze. Dus misschien hebben sommige van jullie die gezien. Hij komt ook terug in mijn college, dus je zult hem zo weer zien op de foto. Samen zijn wij bordspellenfanaten. Wij spelen allerlei bordspellen thuis. Hele moeilijke, simpele, grappige, leuke. Robin heeft dus ook een bedrijfje waarbij hij met kinderen werkt met bordspellen. Dus daarom ga ik wat vertellen over bordspellen en waarom het zo goed is voor jullie. Dan gaan we beginnen met een vraag voor jullie om er een beetje in te komen. Wat is jullie lievelingsbordspel? En ik heb hier een leuke kubus en die kan ik naar jullie toe gooien. Ik ben alleen niet zo goed in gooien. Maar dan kun je hier... Kijk, hier kun je inpraten. Oké, komt-ie. Oh, dat was best goed. Mijn lievelingsbordspel is Ticket to Ride Junior. Oeh, ja, die ken ik. Ja, met de treinen. Ja. Ja, en wat vind je er zo leuk aan? Nou, ik vind het vooral leuk omdat mijn moeder doet met haar vriendinnen ook het grote spel. En ik vond het vooral dat je moet vooral nadenken om de treinen in de goede volgorde te zetten. Ja, dus je moet een plannetje bedenken. Ja. Ja, en dat vind je leuk. Ja, maar als het plannetje bijvoorbeeld verpest wordt doordat er een treintje al neergezet is, ja, dan moet je weer helemaal nieuw opnieuw gaan denken. Ja. Ja. En dat vind ik het leuke eraan. Daar ben je goed in? Ja. Ja, oké. Okay, nou, je hebt eigenlijk al twee hele goede dingen genoemd. Gaan we even naar de volgende. Wie heeft er nog meer een lievelingsbordspel? Oh, ja. Kijk maar waar je hem heen wil gooien. Gooi hem maar even door. Of heb jij een lievelingsbordspel? Ja. Dat is Mensen erger je niet. Ja, die ken ik ook. Ja, dat is gewoon leuk. Ja, vind je het leuk om je te ergeren? Beetje. Ja, oké. Okay. En heb je een idee waar je goed in moet zijn om goed te zijn en mensen erger je niet? Nee. Wat zou je goed moeten kunnen? Geluk hebben. Ja, en goed tegen je verlies kunnen. Ja. Ja. Oké, okay. Mag je weer iemand nieuws uitzoeken? Nou, mijn lievelingsbordspel is 13 seconds. Het leuke eraan vind ik dat je, hoe moet ik dat noemen? Steeds moet omschrijven wat je op het kaartje staat. En dat vind ik heel leuk om te omschrijven. Ja, en je mag het woordje zelf niet noemen, hè? Nee. Nee, dat is best moeilijk. Ja. Ja, en dat vind je wel leuk? Ja, dat vind ik wel leuk. Heel goed. Doen we er nog eentje? Mijn favoriete bordspel is Monopoly. Oké, ja, die ken ik ook. En wat vind je er leuk aan? Ja, dat je gewoon je zakeninstinct moet gebruiken, net als daar bij Duck, om de beste straten te krijgen en goede setjes en dan de variëte te spelen. Ja,
Inderdaad, dus je moet ook goede plannetjes bedenken. Ja. Ja. Oké, dan mag je hem er even naar voren gooien. Oeh, yes. Heel goed. Ik kan het niet op mijn hoofd drinken. Ja. Gelukkig heel zacht. Ja. Zo, ik was hier al een beetje naartoe gegaan. Want er zijn een aantal dingen waar je goed in moet zijn om het spel te kunnen winnen. Er zijn een aantal vaardigheden. Nou, ik hoorde er net al een paar. Je moet dus een plannetje kunnen bedenken. Dat is er al één. Die is heel belangrijk. Je moet ook bijvoorbeeld je aandacht erbij houden. Want als je helemaal met iets anders bezig bent, dan kun je niet winnen. En soms, als je een plannetje hebt, dan gaat er iets helemaal anders. Of iemand met wie jij speelt doet ineens iets. En dan klopt je plannetje niet meer. Dus dan moet je wel eens je plannetje aanpassen. Je moet ook nog een hele hoop dingen onthouden tegelijkertijd. Dus er zijn heel veel dingen die je moet kunnen om daar goed in te zijn. Nou, die dingen hebben een naam en dat noemen wij executieve vaardigheden. In het Engels is dat executive functioning. En dat zijn allerlei vaardigheden die je nodig hebt om moeilijke taken uit te voeren. Dus vaardigheden die je nodig hebt om moeilijke taken uit te voeren. Executief betekent eigenlijk ook uitvoeren. We hebben daar een speciaal hersengebied voor. En dat hersengebied zit hier recht zo achter je ogen eigenlijk. Je hersenen zitten eigenlijk helemaal... Sommige mensen denken dat de hersenen hier ophouden, maar de hersenen die gaan nog helemaal tot hier door. Dus eigenlijk zitten achter je ogen zitten ook nog hersenen. En dat kun je hier zien. En daar natuurlijk. Daar hebben we de hersenen. En dat blauwe stuk, is je prefrontale cortex. Of de frontale kwab. Dat zit dus helemaal vooraan, recht achter je ogen en ongeveer tot hier. Dus eigenlijk heel je voorhoofd en achter je ogen. En dat stuk van de hersenen zorgt voor executief functioneren. En dat gebied van de hersenen is ook iets wat wij veel meer hebben dan dieren, bijvoorbeeld. Dus als jij je hond Monopoly wil leren, dan zal dat niet goed lukken. En dat komt ook onder andere, natuurlijk omdat er heel veel verschillen zijn. Hond kan ook niet goed praten. Maar dat komt onder andere omdat wij een heel groot frontaal kwab hebben, waarmee we heel goed vooruit kunnen denken, plannetjes maken. Een hond kan bijvoorbeeld niet zo heel goed denken, misschien is het beter als ik mijn drol even ophoud en dan straks doe ik dat daar op die hoek. Of alhoewel, soms doen honden dat wel een beetje. Maar ze kunnen niet zo heel goed plannen van, ik ben op dieet, laat ik vandaag maar de helft van mijn brokjes eten. Dus honden kunnen niet zo heel goed nadenken over wat er slim is en wat een goede strategie is. Ze kunnen zich vaak ook niet zo heel lang concentreren. En zo is dat met heel veel andere dieren ook. Dus voor mensen is dit best wel bijzonder. Er zijn ook wel apen waarmee je spelletjes kunt doen. Dus die zitten alweer iets dichter bij de mens. Die hebben ook een iets grotere frontaalkap. Maar ook die kunnen een hele hoop zaken die wij heel goed kunnen, kunnen dat niet. En je ziet dat als bijvoorbeeld een peuter met een aap speelt, dan zie je dat de peuter eigenlijk al slimmer is, terwijl de aap dan volwassen is bijvoorbeeld. Zeker met verschillende bordspellen. En op het moment dat het ook nog sociale bordspelletjes worden, waarbij je bijvoorbeeld moet denken wat iemand anders gaat doen, dan vallen dieren helemaal af. Dus mensen zijn heel erg goed in bedenken, wat gaat mijn tegenstander zo meteen doen? Dat is heel bijzonder aan mensen, dat wij dat kunnen. Nou, dus de prefrontale cortex, had ik al gezegd. En dan gaan we even kijken wat dan die executieve vaardigheden zijn. Het is in principe een hele lange lijst. Ik zie een vraag. Was gewoon een vinger. Ja, je mag altijd een vraag stellen. Oké. Welke hebben we allemaal? Er zijn er heel veel en sommige hebben een mooie titel. Ik noem deze impulsbeheersing en in het onderzoek heet die vaak inhibitie. En dat betekent dat je iets wat je eigenlijk wil doen, dat je dan kunt denken, nee, kan ik beter niet doen. Bijvoorbeeld je hebt al 10 koekjes op en dat 11e koekje ziet er best wel lekker uit. Maar je denkt dan met je prefrontaal kwab, denk jij, misschien eigenlijk niet zo'n goed idee. Anders krijg ik zo meteen buikpijn, dan word ik dik van. Dus dan zegt jouw frontaalkwab, vertelt jou eigenlijk, nee, kun je beter niet doen en dan kun je het ook inhouden. Mensen die daar wat meer moeite mee hebben, die hebben dan ook minder inhibitie, zeggen we dan. Dan hebben we aandacht. Aandacht is natuurlijk heel belangrijk. Je moet lang bij een spelletje kunnen blijven. Sommige spelletjes duren wel 2 uur. En dan moet je toch wel 2 uur geconcentreerd blijven. En niet alleen in je eigen beurt, want je wil ook nog weten wat iedereen anders allemaal aan het doen is in hun beurt, om weer na te denken hoe je daarop aan kunt passen. Dus bordspellen vragen heel veel concentratie. Dus dat noemen we aandacht. En in de meer psychologische term heet dat concentratie. Dan hebben we flexibiliteit. Daar hadden we het net ook over. Dat is als jouw plannetje,
als je die moet aanpassen. Dat noemen we ook wel switchen. Dus dat je naar iets anders switcht. Je bent eerst dit aan het doen en dan gebeurt er iets en denk je, oh nee, ik kan beter dit gaan doen. Dan ben je heel flexibel als je dat kan. En er zijn ook mensen die dat heel moeilijk vinden en die zijn niet zo flexibel. Dus dan heb je bijvoorbeeld dat eigenlijk een strategie helemaal niet goed meer werkt, maar die mensen die blijven dan toch daarmee doorgaan. En dat is ook heel moeilijk. En je ziet ook dat kinderen die steeds ouder worden, steeds beter zijn, zowel in impulsbeheersing, ze kunnen steeds langer hun concentratie houden en ze zijn steeds beter in switchen. Dan hebben we planning, daar is het ook al over gegaan, dus dat is het strategie bedenken. En dat is prioriteiten stellen. Dat betekent dat je gaat nadenken, wat kan ik nou beter eerst doen? Ga ik nu eerst bijvoorbeeld bij Monopoly, ga ik nu eerst proberen om dit huis te kopen? Of kan ik dit huis nu beter niet kopen, omdat ik dan misschien nog geld heb als ik verder op het bord kom, om een beter straatje te kopen of een beter huis te kopen? Of ga ik nu een hotel kopen of toch nog niet? Dus dat zijn allemaal plannetjes die je vooruit al gaat doen. Meeste jonge kinderen die spelen nog een spel en dan kijken ze gewoon per beurt van, ik doe dit maar. Dus die denken niet aan de volgende beurt. Kinderen die wat ouder worden, of hele slimme kinderen, die kunnen al echt al 1 of 2 beurten verder gaan denken. Dus die denken al na, nu doe ik dit en straks doe ik dat en de volgende beurt doe ik dan dat. Dus echt een opbouwend plannetje. En dat is heel knap om te doen. En we zien ook dat eigenlijk alleen mensen dat heel goed kunnen. Dan gaan we er even door. Nou, nu komt Robin. Voor wie hem nog niet had gezien, dit is Robin. En voor mijn college gaan we Robin even heel dom maken. Robin is eigenlijk heel slim natuurlijk. Maar Robins brein voor dit college gaan we even doen alsof Robin een heel slecht functionerende frontale cortex heeft. Dus Robin die is heel slecht in planning, heel slecht in aandacht, heeft totaal geen strategie. En hij hoort er toch niet, want hij zit in de andere ruimte te werken. Dus we kunnen allemaal net doen of Robin heel dom is. Oké, dan gaan we kijken. Robin gaat een spelletje spelen. We gaan beginnen met impulscontrole. Stel je voor dat Robin heel slecht is in impulscontrole of inhibitie. En dan gaat hij het spelletje saboteur spelen. Ik weet niet of iemand van jullie saboteur kent. Ja? Ja, willen jullie uitleggen hoe het moet? Hoe gaat het spelletje? Je moet eigenlijk zorgen om zoveel mogelijk goudklompjes te verzamelen. En moet je steeds je kaboutertje verzetten. Ja, en je bent zelf allemaal kabouters, hè? Ja. Ja. En je kan het maar met z'n tweeën doen. Ja, en sommige mensen zijn kabouters. En die willen graag het goud vinden. En er zijn ook kabouters. Die zijn niet zo goed, hè? Ja. Ja, dat zijn de saboteurs. Volgens mij wil iemand heel graag iets toevoegen. Ja. Wat doen die andere kabouters? Saboteren. Ja, inderdaad. En van tevoren krijg je allemaal een kaartje. Dan moet je omdraaien en dan staat daarop of je een gewone kabouter bent of een... Saboteur. Ja, of een saboteur. Inderdaad. Dus je hebt eigenlijk een geheim. Want je moet proberen, als saboteur, moet je proberen zoveel mogelijk dingen te saboteren. Maar dan moet je eigenlijk natuurlijk niet meteen vertellen aan iedereen. Dus, wat denken jullie dat Robin gaat doen? Want Robin die heeft slechte remming, zijn nog een paar woorden... Hij is niet zo goed in zomaar afbreken en hij kan niet zo goed zomaar stoppen of iets geheim houden. Dus wat zou Robin gaan doen? Ja, mag je hem even daarheen gooien? Ja, ga maar staan hoor. Woehoe! Ja, pak hem maar. Zo, wat denk je dat Robin fout gaat doen? Als Robin het saboteur is, gaat hij zeggen dat hij saboteur is. Ja, meteen al in het begin, hè? Ja, dus inderdaad, Robin is saboteur. En wat zegt hij? Ik ben de saboteur! En wat gebeurt er dan met Robin met het spel? Doet hij eigenlijk het spel zo van een beetje verpesten voor de anderen. Ja, dat ook een beetje, maar ook voor zichzelf. Ja. Want dan wordt hij meteen uitgeschakeld. Ja. Ja, want iedereen denkt dan, hij is een saboteur. Ja. Dus hij zal meteen uitgeschakeld worden en kan het spel niet meer winnen. Ja. Ja, en dat is voor sommige kinderen best wel moeilijk, want soms krijg je die kaart en dan denk je, en soms verraad je jezelf ook. Dus dat zien we ook wel eens, dat kinderen het zo spannend vinden dat ze saboteur zijn, dat ze dan per ongeluk zo zeggen bijvoorbeeld. En dan heb je jezelf verraden. Ja. En dat betekent dat je dan nog niet zo goed je impulsen kon beheersen. En dat is best moeilijk en hoe ouder je wordt, hoe beter je daarin wordt. Alleen sommige mensen die blijven er een beetje slecht in. Ja. Ja.
Even kijken. Deze gaan we even overslaan, anders gaat het te snel. We gaan nu oefenen met jullie impulscontrole. Ja, we gaan jullie impulscontrole testen. En wat gaan we doen? Door een spelletje met een beer en met een tijger. Dit spelletje heb ik ook bij vierjarigen gedaan. Die konden het niet zo heel goed. En wat we gaan doen is dat jullie mogen allemaal zo meteen gaan staan. Zometeen. En dan mogen jullie, als er beer komt, dan mogen jullie handen omhoog doen. En als jullie tijger zien, mogen jullie de... Oh nee, wacht. Nee, ik moet het anders doen. Sorry. Als jullie beer zien en ik zeg iets, dan mogen jullie het doen. Als jullie tijger zeggen en ik zeg iets, moeten jullie het niet doen. Dus gaan we even oefenen. Dus, jullie zien beer en dan zeg ik, ga staan. En als beer het zegt, mogen jullie het doen. Ik zal een ander stemmetje doen. Beer zegt, ga staan. Ja. En dan, klap in je handen. Ja, en bij tijger doen we het dus niet. Dus we gaan nog een keer kijken. Als je beer ziet, dan doe je wel wat beer zegt. Als je tijger iets vraagt, dan doe je het niet. Dus we gaan nog een keertje oefenen. Jullie mogen allemaal gaan staan. En dan gaan beer en tijger wat zeggen. Bij beer doe je het wel, bij tijger doe je het niet. En als je het verkeerd doet, dan moet je gaan zitten. Ja? Oké. Dan gaan we beginnen, hè? Komt-ie. Handen op je hoofd. Handen op je mond. Klap in je handen. Ik hoorde wat geklap. Vinger op je neus. Klap in je handen. Vinger op je neus. Klap in je handen. Handen omhoog. Handen omhoog. Handen omlaag. Handen omhoog. Handen omlaag. Hé, ja, dit is de laatste, sorry. Wie staat er nog overeind? Bijna iedereen. Oh, jullie staan, zijn een paar mensen gaan zitten. Ja, jullie zijn er eigenlijk allemaal best wel goed in. Ja, heel goed gedaan. Ja. Nou, als je dit met kinderen doet die een stuk jonger zijn, dan gaat het vaak heel veel mis. Ik moet straks even kijken hoe laat het is, want dan kan ik misschien nog een filmpje laten zien, maar het gaat best wel snel de tijd. Ja, we moeten even hier doorheen. Oké, hoe train je nou impulscontrole? Nou, heel veel oefenen, dan kun je het trainen. Je kunt bordspellen spelen en dan speciale bordspellen, bijvoorbeeld waarbij je iets niet mag. Bijvoorbeeld, je mag niet vertellen dat je de saboteur bent, of je mag iets wat je eigenlijk wel wil doen, mag je niet doen. Dus dat soort dingetjes. Of bordspellen waarbij je iets moet doen wat anders is dan normaal. Bijvoorbeeld waar er gevraagd wordt, elke keer als je een hond ziet, moet je bijvoorbeeld miauw zeggen. Dat is heel raar, want als je een hond ziet, dan wil je woef zeggen. En als je een kat zegt, wil je miauw zeggen. Maar dan is een spelletje, dan zie je een hond en dan moet je heel snel miauw zeggen. En bij een kat moet je woef zeggen. Dus dat soort dingen, dan train je heel goed om inhibitie te trainen. Er zijn nog speciale spelletjes die je goed kunt doen. Dus bijvoorbeeld Hanabi. Hanabi is een spelletje, daar moet je de kaarten andersom vastpakken. Dus dat is ook altijd lastig. En Saboteur, waar ik het net over had, is ook een hele goeie. Dan hebben we nog een keer Robin. Nu is Robin heel slecht in aandacht. En Robin gaat, die heeft geen goede concentratie. Hij is heel afgeleid. En ja, hij gaat weer een spel spelen. Oh. Ja, dit is eigenlijk verkeerd. Maar het ging eigenlijk de verkeerde kant op. Maar hij speelt Magic Maze. En wat is Robin hier aan het doen? Wat gaat er mis? Ja, waar is die eigenlijk gebleven? De kubus. Oh, de kubus is nog daar. Gooi maar even naar achter. Ja. Wat gaat er mis met Robin? Hij ziet niet wat de ander doet, waardoor hij niet kan reageren. Ja, omdat hij niet goed aan het opletten is. Ja. Ja, en dan gaat de tijd voorbij en dan verliezen ze allemaal. Ja, jij wil ook nog iets zeggen. Heel goed. Ja, inderdaad. Dus hij is dubbel af. Ja, je mag tijdens Magic Maze niet praten, inderdaad. Dus Robin is totaal niet aan het opletten, helemaal afgeleid. En dat gaat niet goed. Dus dat is ook heel belangrijk om te kunnen. Nou, hoe kun je dat nou trainen? Kun je doen door bordspelletjes waar je iets moet sparen bijvoorbeeld. Want dan moet je best wel lang je aandacht houden. Moet je opletten wat er allemaal langskomt en al die spulletjes verzamelen. Je kunt, dit gaat ook de verkeerde kant op. Oefenen met spellen waar je heel goed op moet letten.
En bordspellen waar iemand anders op zijn beurt moet letten, dus moet je dubbel opletten. En bordspellen die heel lang duren. Voor jullie leeftijd is dat een spel wat ongeveer langer dan een uur duurt. En sommige kinderen kunnen zelfs wel 2 of 3 uur concentreren als het spel heel leuk is. Kun jij zo lang concentreren? Heel goed. De hele middag. Zo. Oh ja, dat klopt. Ja. Nou, een heel leuk spelje voor is Takenoko bijvoorbeeld. Dan moet je dingetjes sparen. Dan ben je een panda en die wil graag verschillende bamboe eten in verschillende kleurtjes. En Set, die kennen jullie misschien wel, iets wat ouder al. Ja, die kennen meer mensen. Ja, heel goed. Heel goed. En dan gaan we flexibiliteit switchen. Robin gaat weer een spelletje spelen. Hij is niet goed in verandering van regels. Niet goed in aanpassen aan situaties en een nieuwe strategie. Hij is weer Magic Maze aan het spelen. En hij zegt, ik mag naar links. Wat gaat er mis? Ja, het goede antwoord wordt al gegeven. Zijn kaartje ligt daar voor zijn neus en hij mag eigenlijk alleen maar naar rechts. Dus hij zegt, ik mag naar links, maar Robin mag enkel naar rechts. Waarschijnlijk is er net een ronde omgegaan en heeft Robin ook niet goed opgelet. En hij is nog steeds naar rechts aan het gaan. Wat wil jij zeggen? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Gekke Robin. Ja, en dat zie je ook wel vaak. De regel is veranderd. Bij dit spel, bij Magic Maze, mag je eerst bijvoorbeeld alleen naar links. En dan wordt de ronde veranderd. En dan mag je ineens alleen maar naar rechts. Maar je ziet mensen die niet goed kunnen switchen, die blijven dan, oh, ik mag alleen naar rechts. En dan, oh nee, ik moet alleen naar links. Dus dat switchen van een andere regel, vooral als je het eerste ding heel veel hebt gedaan, is het heel moeilijk om dan ineens iets anders te gaan doen. En sommige mensen zijn daar heel goed in en anderen zijn daar slecht in. Je kunt het wel trainen, uiteraard weer. En dat kun je bijvoorbeeld doen door heel veel te oefenen, want dit is echt iets wat je kunt trainen en wat je kunt oefenen. Bordspellen waarbij regels veranderen, dus waarbij je eerst het ene moet doen en dan ineens het andere. En bordspellen waar je op meerdere dingen tegelijk moet letten. Bijvoorbeeld bordspellen waar je op meerdere manieren kunt winnen. Dus dat zijn vaak wel de complexere spellen. Nou, ook weer Set, waarbij dingen veranderen, liggen steeds nieuwe dingen voor je neus. En je moet steeds op andere regels letten. En Flux. Flux is een heel apart spel, zijn er heel veel van. En bij Flux veranderen de wincondities. Dus op de manier waarop je kunt winnen, die verandert ineens. Waardoor je ook je strategie moet aanpassen. En ook weer Magic Maze, omdat daar dus op een gegeven moment mag je eerst alleen naar links, dan ineens alleen maar naar rechts. Dan de laatste, planning en prioriteiten. Robin is een ander spel aan het spelen, heet Carcassonne. Wie kent dat? Ja, doen we een keertje aan die kant. Waar is die? Gooi maar even naar voren. Ja, heel goed. Zo, gaat die even daarheen. Zo, komt die hoor. Daar was het toch? Oeh, sorry. Zo, mogen jullie Carcassonne uitleggen? Carcassonne, weet jij. Ik weet het niet precies. Dat maakt niet uit, vertel me wat je weet. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, oh, maar je kent het spel wel? Ja. Ja, kan iemand het meehelpen? Ja, gooi maar naar iemand anders dan. Hoppa, kan het. Dan heb je allemaal bergen, water en land. Wat je aan elkaar moet leggen. En dan moet je als eerste proberen zoveel tegels kwijt te raken. Ja, klopt. Dus je hebt allemaal kleine puzzelstukjes eigenlijk. En er staat land op of kastelen. Het speelt zich af in de middeleeuwen. En je moet proberen zoveel mogelijk punten te verzamelen door grote kastelen te bouwen of riviertjes of weggetjes. Dus die puzzelstukjes moeten allemaal aan elkaar passen. Maar op een gegeven moment dan is het spel ook afgelopen. En dan moet je dus je strategie aanpassen van ga ik nog een hele lange weg bouwen? Of kan ik nu beter in een kasteel gaan bouwen? Of kan ik een weggetje beter gaan bouwen? Dus er zit heel veel strategie bij. Nou, strategie en prioriteiten betekent dat je een plan gaat bedenken. Dat je het stap voor stap gaat doen. En dat je strategie bedenkt en die dan ook uitvoert. Nou, Robin is hier bezig. En die zegt hier, hier mag hij wel praten. Robin zegt hier, ik bouw een enorm kasteel. Je ziet het ook, als je het spel kent, is hij een heel groot kasteel aan het bouwen. En dat is nog lang niet af. De muren zijn aan alle kanten nog open. En wat voor foutje maakt Robin hier?
Waarom is het geen goede strategie? Oh, ja, geef hem maar aan jouw buurvrouw. Buurvrouw? Oh, sorry. Nou, je ziet dus dat hij zijn weg afsluit. Hij kan door, als hij langer is, krijg je meer punten. Ja, inderdaad. Ja, daar is inderdaad een hele lange weg ook, ja. Ja. En wat hij zegt, ik bouw een enorm kasteel. Is dat een goed idee? Daar heb ik even geen antwoord op. Dat is niet erg. Geef een kleine hint. En er zijn nog tegels, dus... ja, er zijn nog maar twee tegels. Ik denk dat je die eerst beter kan bekijken. Ja. Nou, het probleem hier is dat hij zo'n groot kasteel aan het bouwen is... dat het nooit meer af kan komen, want er zijn nog maar twee tegels. Dus dit is Robins laatste tegel. En hij gaat nu nog een enorm kasteel bouwen wat nog niet af is. En de tegels zijn bijna op. Er zijn nog maar twee tegeltjes. Dus dit is eigenlijk helemaal geen goed idee van Robin... Die heeft waarschijnlijk iets te veel impulsiviteit ook om een heel groot kasteel te bouwen. Maar dit is geen goed plan van hem. Even kijken, en hoe kun je dat nou trainen? Dus er zijn verschillende dingen. Je kunt heel veel oefenen weer. Ook strategie en heel veel planning kun je echt oefenen door het veel te doen. Strategiespellen spelen. Bordspellen waarin je vooruit moet denken. En een hele mooie vind ik een fotosynthese. Daarbij moet je bomen planten en die groeien elke beurt. En je moet, je verdient punten met hoeveel zonlicht jouw boom vangt. Maar wat het leukste is, de zon die draait steeds om het bord heen. Dus je moet elke keer nadenken waar de zon de volgende beurt is. En of jouw boom dan in de schaduw of in de zon staat. Dus het is echt een ingewikkeld spel, maar vergt heel veel strategie. En ook een soort ruimtelijk inzicht waarin je moet kijken van nu is de zon daar. Wanneer staat mijn boom in de schaduw? Een andere stenen tijdperk. Is die bekend? Niet zo. Nee, is ook een heel leuk spel om te spelen. Oké. Nou, nog meer vaardigheden. Je hebt nog geheugen wordt getraind, sociale vaardigheden, creativiteit, omgaan met frustratie. Dus eigenlijk kortom, van bordspellen word je hartstikke slim. Dus voortaan kunnen jullie ook tegen jullie leraar zeggen of tegen jullie papa en mama dat jullie meer bordspellen willen spelen. Want je wordt er hartstikke slim van. En dan ben ik nu aan het einde, dus mogen jullie nog vragen stellen als jullie willen. Dan mag de kubus rondgegooid worden. Oh, hij is achter jou. Wat is nou jouw favoriete bordspel? Oeh, dat is een leuke vraag. Ja, ik heb heel veel bordspellen thuis, samen met Robin. Echt heel veel. Maar mijn lievelingsspel is Gloomhaven. Ken je dat? Nee? Het is ook een heel groot, die doos, dat wil je ook niet. De doos alleen al is 10 kilo zwaar. Dat is echt waar. Ja, die doos is zo groot. En er zitten heel veel spulletjes in. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Ik hou van bordspellen waarin allemaal draken zitten en ridders en poppetjes en allemaal andere dingetjes. Hoe meer spulletjes erin zitten, hoe leuker. Oh ja, het is een spel wat je blijft doen met dezelfde groep. Dus wij spelen het ongeveer om de twee weken met dezelfde mensen. En dat duurt dus echt... volgens mij zijn er 100 scenario's. Dus ik moet het 100 keer spelen. En elke keer dat we het spelen duurt het ongeveer 4 uur. 400 uur, ja. Heel goed. Ja, ik zei al dat ik best wel een bordspellenfanaat ben. Ja, en dat is maar één spel die wij spelen. We spelen ook nog meer spelletjes. Dus ook Ark Nova, als jullie dat kennen, daarmee mag je een dierentuin bouwen. Dat is ook heel leuk. Moet je allemaal dieren verzamelen en je moet zorgen dat ze te eten hebben. Dat is ook heel leuk. Ja, je moet ook zelf bouwen. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Wie heeft er nog een vraag? Ja, hij mag even... Oh, daarin. Ja, is goed. Wat is de beste spel om slim te worden? Hele goede vraag. Eigenlijk zijn alle bordspellen waarbij je na moet denken heel goed voor je. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat je het spelletje leuk vindt. Want als je het leuk vindt, dan ga je nog extra je best doen. En dan ga je het veel vaker doen. Dan kun je het langer volhouden. Dus ik zou vooral een spel uitkiezen als je slimmer wordt wat je zelf heel erg leuk vindt. En spelletjes die je met anderen kunt spelen. Want dan word je niet alleen slim, dan word je ook nog heel sociaal. Ja. Ja. Even kijken. Geef hem maar aan iemand aan wie je wil. Hoeveel spellen speel je ongeveer per week?
Elk weekend wel één in ieder geval. Maar helaas, ik moet ook werken elke dag. Dus ik moet heel veel werken. Ja, ik werk 5 dagen in de week, dus dat is al wel lastig. En dan ben ik meestal moe. Maar zeker wel 2 spellen. Ja, en dan onder andere die 4 uur duurt. Ja. Ja, oh, nog 1 vraag hoor ik. En dan mogen jullie, als je nog vragen, mogen jullie ook naar voren komen. Zometeen. In welk spel zitten alle... executieve functies. Ja, dat. Executieve functies. Dat. Oh, in welk spel zitten alle executieve vaardigheden? Ja, dat is wel een goeie. Even denken, want in Magic Maze bijvoorbeeld, die we hebben uitgekozen, dan moet je en switchen. En je moet plannen met z'n allen eigenlijk wat je gaat doen. Dus daarom hebben we die ook uitgekozen. Er zit eigenlijk bijna alles in, want je hebt ook aandacht nodig. Ja. En je moet switchen, je moet een plannetje maken. Dus daar zit eigenlijk alles in. Plus dat je ook nog eens samen moet werken met andere kinderen. Om je plannetje uit te voeren. Dus in Magic Maze zit bijvoorbeeld alles. Oké. Ja, en er zijn er nog wel meer hoor. Oké, dan moet ik het nou afronden helaas. Heel erg bedankt. Jullie hebben heel goed meegedaan en hele leuke vragen gesteld. Ik heb nog 1 slide voor de ouders als jullie willen. Voor jullie ouders. Want bordspellen zijn dus heel goed. Wil je meer weten? Ik heb hier nog een exemplaar, namelijk Harvard University. Die heeft een boekje gemaakt, of een soort flyer, waarin je per leeftijdsgroep kunt lezen wat voor spellen je allemaal kunt spelen. Dus die heb ik hier liggen. Je kunt me ook altijd mailen en kijken bij de Jonge Strategen. Dat is het bedrijfje van mijn man. Dank jullie wel. Als je nog een brandende vraag hebt, mag je naar voren komen.